liefst 7 jaar hebben ze eraan gewerkt. Het eerste woordenboek ooit van het Franekes. Het werd geschreven door 3 vrijwilligers van het Genootskap voor het behoud van het Franekes. Het eindresultaat is een dik boek waarin naast het Franekes ook het Leeuwardens wordt gebruikt. Nou, er staan ongeveer 17.000 lemma's in. Een lemma is een beginwoord. En van al die woorden is dus een, ik kan er wel even zo wat bijhouden, is een omschrijving maakt. En na die omschrijving volgt er een vertaling in in 4 talen, Leeuwardens, het Beelds, het Nederlands en het Fries, in omgekeerde volgorde. En dan kan mensen zien hoe ze dat schrijven met en wat het woord betekent. Een Leeuwarden woordenboek bestond al. Dat boek heeft het Genootskap gebruikt om ook hun eigen woordenboek samen te stellen. Daar stond voorin al een uitleg hoe je tot bepaalde schrijfwijzen kwam. Het bestond uit 10.000 woorden. En toen zeiden, goh, als we dat nou eens als voorbeeld nemen. Dus dat Leeuwarden woordenboek, dat heeft voor ons een geweldig, een stip op de horizon geweest. Zowel het Franekers als het Leeuwardens vallen onder het Stadsfries. Een leek zal echter het verschil niet snel bespeuren. Een mooi voorbeeldje zit in het Nederlandse woordje ook. Wij zeggen in Franeker ook en in Leeuwarden zeggen ze ook. Nou ja, een ander voorbeeld, dat is het woord Leeuwarden zelf. Franekers die zeggen Leeuwarden. Zonder de U, Leeuwarden, we gaan naar Leeuwarden. En een Leeuwarder, die zei Leeuwarden. Die zei, ik kom uit Leeuwarden. En dat is de ik-klank. Dus er zijn wel degelijk nuanceverschillen in bepaalde woorden. Het gaat niet echt goed met het Stadsfries. Ook het Franekes wordt steeds minder gebruikt. Een reden voor het Genootskap om het nu dan maar eens goed vast te gaan leggen in een woordenboek. Maar het is de vraag of dit ervoor gaat zorgen om het Stadsfries in leven te kunnen houden. Dat is niet de oplossing. Kijk, een woordenboek is vooral bedoeld voor het schrijven. En wij zeggen als Genootskap, eerst maar eens Franeker praten. En schrijven kan altijd nog. Hè? Dus het gaat ons vooral om de taal in de breedte. En we zullen al heel mooi vinden als het Franekes weer meer praten wordt. En wij hopen ook dat mensen gewoon zien dat je hier, als je bij de slager of de bakker komt, dat het helemaal niet erg is om in Franekes dan dat Franekes te brengen. Maar soms hebben mensen die hebben wel eens een bepaalde gêne. Die denken dat het stadsdialect, dat het woord plat, dat geeft al een beetje aan van, nou ja, het is niet helemaal volwaardig. Nou, waarom? Het is niks meer, maar het is vooral ook niks minder. Zaterdag wordt het woordenboek officieel overhandigd aan Waardhoeken burgemeester Marga Waanders. Dat gebeurt door niemand minder dan Sinterklaas.